Leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. En vandaag ben ik in Plopsaland. Joepie. Ja, jullie wisten het waarschijnlijk al. Er zijn updates. Ja, zoals elke week zijn er hier en daar wat updates. Maar goed, die updates waren er vorige keer ook al. Maar vandaag gaan we het gewoon een keer bespreken in deze video. Kijk hoe. Goed, we gaan naar het kermisplein. Want hier is de grootste update dat ik wil vertellen in deze video. Wat is er hier veranderd? Je ziet het misschien al een beetje. Maar ze hebben hier ook vulbakken veranderd. Tegenwoordig moet je hier sorteren, niet dat we hier veel sorteren, maar goed, we kunnen wel een poging doen tot. Wat er ook nog fijn is, vorige keer was deze sluis een beetje kapot. Maar dit, ja, nu is het gewoon vermaakt. Het is altijd lekker. En het leuke van alles is ook dat ze er een terras bij gemaakt hebben. Dat is altijd fijn, een extra terrasje, mooi in de zon. Klein parapluutje erbij. Er is hier nog een mega update. Een tijdje geleden had ik verteld dat het klein terrasje, mocht ik het ook zeggen, ja, de leuvel is een beetje een miswoord. Maar het is vermaakt hier aan Boomba Circus. Het Spiegelpaleis, het is gewoon vermaakt. Het ziet er weer goed uit. Het was wel nodig, want in de zomer, het is bijna zomer. En de zon die erop schijnt, ja, dan zit je wel in de zon te eten. Niet fijn. Maar goed, dan kun je gewoon lekker gezellig onder een afdakje zitten als het regent en de wind zit een beetje slecht, heb je natuurlijk wel pech. Maar als de wind goed zit, dan zit je lekker droog. Je kunt natuurlijk nog altijd naar binnen gaan. Maar goed, altijd leuk.
Welkom in de Slagzaalexpress. Op veiligheidsregelen vragen we u de armen en benen binnen de trein te houden. We wensen je goede reis. Bienvenue à bord du Slagzaalexpress. Pour des raisons de sécurité, nous devons pour garder les mains et les jambes à l'intérieur du train. Nous souhaitons plus agréable voyage. De volgende halte van deze trein is Eindhoven. L'arrêt suivant de ce train sera Eindhoven. Oh, my God.
In een vorige video had ik de opmerking dat de fontein niet werkt. Wel, vandaag is dat probleem opgelost, want er komt er water uit. Zalig, maar nu gaan we op de rijtje. Right, in a moment, you will experience how nature embraces your inner being. Treasure that moment when it arrives. Whoa! 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 Normal! Hey! Ha ha!
Thank you.